Breda Nu. Je weet het meteen. De Bredaarse taal is in de Bredaarse revue altijd een heel belangrijk onderwerp geweest. Maar er waren maar weinig acteurs of actrices te vinden die echt de Bredaarse taal machtig waren. Een van de uitzonderingen zit naast me en dat is Marisha Gago. Marisha, welkom. Dank je. Wanneer en hoe ben jij bij de revue terechtgekomen? In 1997 heb ik voor het eerst meegespeeld. In 1996 heb ik auditie gedaan. Toen heb ik een stuk uit een dialoog en een monoloog moeten voordragen. Eerst in het Nederlands en daarna in het Breda's. En dat is blijkbaar heel goed gegaan. Ze zochten toen ook echt mensen die goed Breda's konden praten. En toen ben ik aangenomen. In 1997 was jouw eerste revue? Dat was mijn eerste revue. Welke rol kreeg je in die eerste revue? In de eerste revue, dat was Pompen of Verzuipen. En toen beheerde ik op de kerktoren, de grote toren van Breda, samen met een collega uiteraard. Wij beheerden de waterstand in Breda en de elektriciteit. En dat was dan de PNEM. En het toeval wilde dat ik toen bij de PNEM werkte. Dus dat was een hele leuke bijkomstigheid. Ja, dat is typecast. Ja. Ik heb begrepen dat je het tot en met 2007 hebt meegedaan. Ja. Dus 11 jaar? 11 jaar meegespeeld. Er zijn er heel veel rollen in die 11 jaar gepasseerd, denk ik. Heel veel. Kun je wat voorbeelden noemen? Ja. De brandweerscène speelde ik een... De juffrouw die aan de telefoon zat als er meldingen binnenkwamen. Die scène is overigens geschreven door Theo Borghouts. En dat was echt een hilarische rol. Is Pater Terpentijn de Zacharijn? Ja, een van de twee paters. Ja, ja. Die heeft die scène geschreven. En ik mocht dan eigenlijk min of meer in die scène was ik de drijvende kracht. En de telefoontjes kwamen bij mij binnen en dat was geweldig om te doen. Ja, ik weet zeker ook niet of het goede is. Nou, rustig aan, maar ik kan toch ook niet weten dat jullie huis voor de eerste keer in brand staat. Nee, nou, ik moet u een paar vragen stellen, dus je moet heel even bij de les blijven, dan komt alles op zijn potjes terecht. Ja. Vraag 1. Hoe zit het van achteren? Ja. En is dat Jaanse mee 1 of mee 2 essen? Ja, dat ik. En is dat Jaanse mee of zonder een N aan het eind? Ja, dat ik ook. Volgende vraag. Wat voor een brand hebben? Ja. Ene met rook en met vlammen, ja. Dat snapt mijn opa ook, ja. Nee, ik bedoel, wat voor een soort brand? Is het een binnenbrand? Nee. Is het een uitslandenbrand? Ook niet. Is het een schoorsteenbrand? Ja, hoe moet ik nou weten dat jullie centrale verwarming hebben, hè? Ja, is het dan een bermbrand? Nou, ja, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Of is het misschien een zonnebrand of een rembrand? Oh, niet leuk, nee. Hè? Wat zei je? Hoe een barbecue staat in brand. Ja zeg, hallo, dat geeft toch helemaal niks, die moet toch branden? Oh, hij stapt binnen en nou staat de keuken in de fik. Ja, nee, dat heb ik genoteerd. Ja, vraag 3. Ben de particulier of ziekenfonds verzekerd? Ja, natuurlijk heeft er daar wat mee te maken, dat heeft er alles mee te maken. Als je particulier bent, dan hoef je namelijk niet op de wachtlijst. Ja, en nou heb ik nog een laatste vraagje. Hebben jullie nou veel dure spullen in huis dan waarvan dat is zegt dat schijf zonder als dat brandhout wordt? Ja, zeg meneer, luister nou eens. Dat is gewoon persoonlijke belangstelling van mijn kant. En als dat niet gewaardeerd wordt, hé, nou dan gaat het ook lekker naar een andere brandweer. Ja, het is dat ik een goede bui. Andere voorbeelden nog? De naaiscène vond ik erg leuk om te doen. Het was een ode aan de naaisters en de kleedsters van de Bredaarse revue. Maar die scène zat ook echt zo mooi in elkaar. Dus die vond ik ook erg leuk om te doen. Ik vond trouwens alles leuk om te doen. Of ik nou moest figureren of... Ja, theater, acteren was mijn dingetje. Dus, ja. Je maakt een tekeningetje van wat dat wil maken, hè? Nou, dan legde de knoop, de baan, het garen en de stort leden voor het machine gedrukt op die rode knop. En dan? Nou, dan komen de kleren er van eigen zaak. Nee! Oh, dat zou wel voor de Bredaarse revue zijn. Dat zou ik wel eens willen zien. Nou, dan kom toch gezellig bij mij een bakje drinken. Yes. Ja, nou, kom en dan ga je ook maar. Dutje, ja, en ik ja, weet je wat gedoe komt allemaal, maar... Oh, gezellig. Zeg, trouwens, gaat dat snel? Snel, meid, dat zal je niet geloven. Als jij bij wijze van spreken een broesnot maken, nee, dan kan je de rechterpijp al aantrekken voordat je de linkse nog getekend hebt. No. Ja. Oh. Ja, en...
Maar van een bepaald aantal rollen heb je erg genoten. Nog wat voorbeelden? Ja, absoluut. De Rode Draad in 2000, Millennium, speelden wij een gezinnetje waarvan ik de moeder was die in verwachting was van een zesling. Zo. Ja, dat was zwaar, echt, ja. Maar dat was ook erg leuk om te doen. Wij werden iedere keer op een soort tableautje binnengereden. En ja, dan deden wij ons dingetje. En wij vertelden en we hadden een jonge dochter. En die was in de computers en ik snapte daar helemaal niks van. Echt een naïeve moeder. Ja. Steeds meer met een aardige ga zitten praten. Gelijk af en toe wel zo'n kakkert van boven de moedijk. Maar zo voel ik me anders helemaal niet. Ja, bij ons op de NRTV zitten studenten uit heel Nederland en ongemerkt pas je aan. Dat gaat vanzelf. Daar ga van eigens. Dat bedoel ik, ja. Maar ik ga nog wel ieder jaar naar de paters voor de cursus Breda's. Ja, toch lijkt het net of je eigenlijk een beetje schaamt voor uw moerstaal. Je verbetert mij ook altijd als ik iets verkeerd zeg. Dat is niet waar. Ja, 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 dat is wel waar, ja. Zeg, maar over een moerstaal gesproken, hè. Ja. Ik heb gehoord dat er binnenkort in Breda een reunie komt van mensen die al jaren geleden naar het buitenland geëmigreerd zijn geweest. Dat klopt, dat heb ik gelezen op internet. Toen mijn computer het nog deed. Nou, die weten toch niet wat ze meemaken als ze Breda terugzien, hoor. Als je daar 40 jaar lang in het buitenland hebt gezeten. Ja. Heb ik daar net lesjes niet zo'n interessante documentaire over gezien op dat nieuwe kanaal? Ja. Discovery Channel. Discovery Channel, man. Nou, zie het nou, nou doen ze het weer. Dat is nou wat ik daarnet bedoelde. En ik denk dat die mensen het hier ook niet lang uithouden nog. Breda is zoveel veranderd, ik ken zelf bekend niet meer terug. Mam, jij bent... Mam, wat is er? Och, niks, meske, niks. Mam, ik ken jou langer dan vandaag. Jij denkt aan iets bijzonders. Ja. Hij heet een Henk. En kort daarna is hij geëmigreerd met zijn vader en moeder en ik heb hem nooit meer gezien. Je manier is die reunie. Hoezo? Waar wilde jij nou nog naartoe? Lekker dik hangbuikzwijntje van me. Wij gaan de deur niet meer uit, toch? Ach, god. Gaan we nou betuttelen? De bezorgde jonge vader in spe. In spe? Hé, hey, Len, sinds wanneer gebruikte jij Latijnse woorden? Sinds mijn moeder zo'n gave, te gekke, viriele jonge vriend heeft. Ze hebben het over jou, Jim. Ja. Het woord misschien nog wat tussen ons. Ja. Kun jij goed rekenen, Jumbo? Ja. Nou, reken er maar niet op. Nou, moet dat nou weer zo? Kind het weer niet laten. Hij speelt vals. Nee, Jum, ik weet ook wel dat ik niet meer weg ken. In ieder geval niet ver. Maar ik krijg altijd zo'n kribbelig gevoel van zo'n reunie. Zo, wat je ook krijgt van dat programma van Spoorloos. Nou, hey, Len, als jij er dan eens naartoe gaat, misschien doe er nog wel op voor uw scriptie. Echt? Ja. Dat is misschien en als je dan toch gaat, kijk dan gelijk of er misschien ook een Henk bij is. Een laatste voorbeeld van wat je vertelt, zo enthousiast. Ja, nou, ik had altijd wel hele komische rollen, vond ik zelf. En wat ik dan erg fijn vond om te doen, was een scène in Jean Berger. Welk jaar, dat weet ik niet meer, hoor. Maar toen speelde ik dan een vrouw die van middelbare leeftijd, die weer gevraagd was om te trouwen. En dan sta ik in mijn eentje, helemaal alleen op dat loeigrote podium, mijn verhaal te doen. En dat, ja. Ja, hier is het. Jean Berger. Die heeft in mijn leven al een hele grote rol gespeeld. Je hebt voor mij de gelukkigste vrouw van heel de wereld gemaakt. Dit is hem helemaal. Dankjewel, meneer Jean Berger. Graag gedaan, mevrouwtje Anden. Is ons Arianneke nou klaar? Ik zal eens even kijken. Ja. Zou het onderhand wel moeten hebben? Oh ja, hij is klaar, mevrouwtje Anden. Kijk je eens. Ach, mijn Arianneke. Wat ben je mooi! Spreek!
Dat vond ik wel bijzonder. Kun je misschien in het kort omschrijven wat het zo leuk maakte om bij de Bredase Revue te zijn, te horen of mee te doen? De mensen, de cast, iedereen die daaraan meewerkte. Dat was een... Ja, als je begon met de repetities was dat al familie. En tot op de dag van vandaag zijn daar nog vriendschappen aan overgebleven. En dat was gewoon altijd een feestje. Laatste vraag. Er zijn heel veel scènes op het toneel op de plank gebracht. Wat is naar jouw mening nou een van de beste scènes ooit over het voetlicht gebracht? Nou ja, dan heb ik het niet per se over een scène, maar wel over een zangeres. En dat is Lia Kanters. Die pakt mij altijd op een of andere manier door haar diepe, warme stem. En dan vind ik de Macho Tango een van de nummers die mij heel erg aanspreken, ja. Oké. Nou, dan stel ik voor dat we daarnaar gaan kijken. En ik bedank jou voor jouw medewerking en jouw komst. En dan gaan we nu kijken naar Lia Kanters met de Macho Tango. Oké, graag gedaan en succes. Dank je. Dag. Stappen de wal op met hun goed gevulde broeken om te gaan dansen en natuurlijk nog veel meer. De Macho Tango, de Macho Tango. Oh, dat dit vandaag de dag nog kan. De Macho Tango, de Macho Tango. Je ziet Bredase vrouwen draven naar de nieuwe open haven om te dansen met een echte macho man. Wat een genot, zo'n open haven. Het maakt de stad enorm rijk, want zo'n haven, goddelijke gave, brengt echte kerels in een handbereik. Je danst even zij aan zij, maar dan weer gauw dij tegen dij. Een tango is zo super sensueel. En het klopt wel wat mijn moeder vroeger van de tango zei. Dat is geen dans, dat is een paringsritueel. De macho tango, de macho tango. Oh, dat dit hier in Breda toch zomaar kan. De macho tango, de macho tango. Je ziet Bredase vrouwen hollen om eens lekker te gaan dollen aan de haven met zo'n mooie macho man. Oh, wat zijn ze ruig en hamer, zo puur en recht door zee. Geen gezeur en geen gezamen. Je wordt zo volgzaam, zo gedwee. Ze kennen nog dat zwoelgefluister waar je hopeloos van kleurt. Nou, niet zo dringen, dames luister. Iedereen die krijgt een beurt. De macho tango, de macho tango. Wat er dankzij zo'n haven al niet kan. De macho tango, de macho tango. Verrassend veel Bredase vrouwen zijn beslist niet meer te houden.
Ze willen allemaal een echte macho man. Goh, is het nou alweer zo laat? Ja, de tijd gaat gewoon door. Ja, je bent oud voor het wit. Ja, jammer genoeg wel, hè, meid. De Bredase Revue kent medewerkers van het eerste uur, maar ook medewerkers die veel later bij de revue zijn gekomen. Een voorbeeld zit naast me, Ronald de Bruin. Ronald, welkom. Dankjewel. Want jij bent vrij laat bij de Bredase Revue gekomen, hè? Ja. Welk jaar? 2004. Dat was mijn eerste revue. En hoe ging dat in zijn werk? Via een auditie? Of, Ja, ik zag een advertentie in de krant. Er werd acteurs en dansers en zangers gevraagd. En jij had ervaring als acteur? Of, Ja, daarvoor lang geleden. Toen ik nog op de Hogeschool West-Brabant zat, bestaat al lang niet meer, heb ik twee producties meegedaan. En dat vond ik heel leuk, maar eigenlijk niet veel meer meegedaan tot 2004. Maar ook geauditeerd voor zang en dans? Nee, dat moet je mij niet laten doen. Oké, dan kun je ongetwijfeld je eerste rol nog wel herinneren. Ja, dat was een hele mooie rol. Dat was Koe. Oh. Ja, met tekst. Echt waar? Ja, Boe. Ja. Oh, leuk. Maar daar is het niet bij gebleven. Hè? Kun je wat voorbeelden geven van misschien wat grotere rollen die je gespeeld hebt? Ja, dat werd op een gegeven moment werd dat wel meer. Ik heb Nozem gespeeld uit de jaren 50 in Breda, die rondhing bij de schuur. Ja, ik weet het niet, maar kijkers zullen het misschien nog wel herinneren. Café de Katharinenstraat, de schuur. Ja, ja. Die. Ja. En Vampier heb ik gespeeld. Het was een hele leuke scène. Ging over... Ja, het was Peter van der Velden, net de nieuwe burgemeester, en die zocht een ambtswoning. En toen had hij een spookhuis in gedachten. En daar woonden wij, vampieren, allerlei enge wezens. Dat was een hele leuke scène. Baron Nilaan. Ja, dat moet dan toch hier toch echt wel zijn, hoor? Wat is er? Dag meneer, ik ben Rietje van de fietscourierdienst Recht Vooruit en ik heb een bericht voor u. Recht Vooruit? Toepasselijk uw naam. Als u dan hier even wilt tekenen, alstublieft. Ach Rietje, als jij dat bericht eens voor zou willen lezen. Ik heb nogal moeite met lezen bij daglicht. Nou, dat doen we anders nooit hoor meneer. Privacy, snapt u? Nou ja, oké, vooruit dan maar. Nieuwe burgemeester van Breda heeft zijn keuze voor een nieuwe ambtswoning laten vallen op dit pand. Stop. Heeft makelaar ingeschakeld. Stop. Die komt vanavond tegen 12 langs. Stop. Kon helaas niet vroeger. Stop. BMW. Stop. Zoals u dan hier even wilt tekenen, alstublieft. Mag dat ook met rood? Ja, een hele mooie scène vond ik Het Zuid. Hadden we een scène over Het Zuid, dat etablissement op de Grote Markt. Mm-hmm. Heel chic, qua kostuums vond ik het heel mooi. Hey! Jantje! Kom eens hier! Lang niet gezien! Hoe gaat het? Ga voor ver, man! Zo! Bonjour! Bel Ant. Et salut! Welzaak. Tja, meiden. Zaken. En voorheen was het jullie Jantje. Vanaf heden is het Jean-Luc. Jean-Luc. Dat is Frans, hè? Was chic, zeg. En geprat gelijk ook heel anders. Inderdaad, madame. En nu gaat jullie Jean-Luc vandaag naar het zuid. Jij? Naar het zuid? Jij dat binnen? Leuk om te doen. En heb ik ook begrepen dat je ooit Jean Berger hebt gespeeld terwijl hij zelf in de zaal zat? Ja, klopt. Ja, dat was heel leuk. Ja, heb Jean Berger gespeeld. Ook een leuke scène. En meneer Berger kwam meteen na afloop op me af. Hij waardeerde het heel sterk. Ja, vond het heel leuk. Ronald, kun je iets zeggen over de sfeer onderling, zo achter de schermen? Ja, nou, daar was niks aan natuurlijk. Nee, daar geloof ik niks van. Nee, absoluut niet. Nee, dat is eigenlijk waar je het voor doet. Dat is zo leuk. Dat is
Ja, je bent vanaf september bezig met een groep te werken naar zoiets heel moois als de uitvoering van de revue. En dat is zo, ja, dus kikken. Kikken, ja. Zo kun je het stellen. En dan stel ik me een ontlading voor als zo'n voorstelling succesvol was? Of, ja, als dan die gordijnen weer dicht gaan na het applaus, dan is het... Ja, en flink feest in het artiestencafé. Ja. Je kon wel tijdens die uitvoering, kon je eigenlijk beter wel vrij nemen van je werk, want dat ging de volgende dag... Heel intensief. Heel intensief, ja. Ja. Ronald, nou heeft de revue heel veel scènes op de bühne gebracht. Wat is voor jou nou een typische scène dat je denkt van, nou, dat was zo leuk en dat wil ik de kijkers toch absoluut nog een keer laten zien? Nou, dan zou ik dus eigenlijk alle dvd's van 2004 tot 2007 kunnen pakken, maar dat mag dus niet. Nee. Maar wat ik ook een hele leuke scène vond, dat was Breda Aid, A-I-D, helpt. Oh, okay. Breda helpt. Dat was een scène... dat we een persiflage maakten over popartiesten die allemaal liedjes gingen zingen voor het goede doel of zo. En toen hebben we scène gemaakt met allemaal bekende Bredana's. Pierre Cartner, Corrie Konings, Pierre van Hooijdonk, Ruudje van Big Brother, de burgemeester Peter van der Velde. Nou ja, allemaal dat soort... En die zongen zo'n soort... En die zongen dat nummer. Dat was een leuk opzwepend... Nou, je maakt me hartstikke nieuwsgierig en daarom stel ik voor dat we daarna gaan kijken. En jou bedankt voor jouw komst hier. Nou, graag gedaan. Geef voor hen af te leven, zing met ons
gaat het ook alleen. Het einde van de stad is dan nabij. Maar mensen daarvoor niet geschikt, die B-artiesten geen gezicht. Bedenkt u maar, de grote rood zijn.